Donovan Wissen is Glory wereldkampioen in het middengewicht. Regiaan Eersel is lightweight kampioen bij de organisatie ONE Championship. Hij is zowel Muay Thai als kickbox kampioen en multiple champion, zeg maar. En beide kampioenen, beide wereldkampioenen kwamen gisteren bijeen om dus zo te sparren. Een heuse sparringssessie, Fighting Factory Suriname, de locatie. Waar dus beide heren lekker pittig hebben gewerkt met elkaar. En ja, het was toch wel voor beide een goede aanvulling. Want immers zijn beide wereldkampioenen in voorbereiding op hun volgende titelgevecht. Regiaan Eersel moet op 9 juni aanstaande weer in de ring stappen. En Donovan Wissen stapt op 19 juni aanstaande in de ring om ook zijn wereldtitel te verdedigen. Nou, from one world champion to the other waren de heren dus gisteren lekker bezig. Regiaan, je hebt tijdens je korte stay in Suriname een aantal sportscholen afgedaan, wat gespart met lokale vechters en vandaag een sparringssessie met Donovan Wissen. Net afgelopen, hoe vond je het? Ja, goed man, goed. Hij is goed bezig, hij heeft me flink geraakt. Maar ja, maar hij is goed op weg. Hij is er klaar voor. Is dit een plusje voor je in je voorbereiding, want je moet binnenkort vechten? Ja, tuurlijk, het is een plus. Ik bedoel, jongen van zijn niveau, jongen van mijn niveau. Je weet toch, het kan niet beter, dus het is zeker een pluspunt. In welke fase van je voorbereiding zit je nu? Ik zit nu ongeveer 3 weken voor mijn wedstrijd, dus ik ben in topvorm. Nog de laatste kilo's moeten nog eraf, dus ik ben ready. Je bent ready. Hoe maintain je dit? Je opteert al zo lang op dit niveau. Ja, wat is de sleutel? Mijn sleutel is blijven geloven in jezelf. Als je een doel hebt, moet je ervoor werken. En dat doe ik elke dag. Net als in het leven, toch? Wat heb je opgestoken van de mannen met wie je gespaard hebt, los van Donovan? Los van Donovan, je niveau is goed. Alleen wat ik heb opgestoken is dat ze tot het plafond komen en dan moeten ze uit het land. Want ze moeten internationaal doorbreken en daar lopen ze vast. Dus ik hoop in de toekomst dat ik daarbij kan gaan helpen. Wat vind je van Donovan Wissen als vechter? Ik vind hem supergoed. Hij is niet voor niets Glory wereldkampioen. Dus ja man, alleen maar props naar hem. Jouw volgende gevecht, je tegenstander ken je. Wat voor een type gevecht verwacht je dat het wordt? Het wordt een hard gevecht. Ik moet tegen een Rus. Dimitri Menchikov. Hij stond nummer 2 gerankt in Glory. Hij is ongeslagen. Dus ik hoop 9 juni dat ik hem ga laten voelen wat verliezen is. Het wordt Muay Thai of kickbox? Het wordt Muay Thai, voor mijn Muay Thai wereldtitel. Is het moeilijk voor jou de omschakeling te maken? Muay Thai, kickboxen, die switch? Nee, het is niet moeilijk om die omschakeling te maken tussen kickbox en Muay Thai. Ik train beide. Dus die omschakeling is niet zo moeilijk. Alleen, ik moet wel zeggen, tijdens het sparren, dan probeer ik toch wel een klein beetje die Muay Thai toe te passen. ONE Championship als organisatie, je voelt je nog steeds happy daar? Je denkt niet aan een transformatie naar MMA in de toekomst? Ik voel me nog steeds happy bij ONE Championship. Ik hou van uitdagingen, dus wie weet in de toekomst een transformatie naar MMA, maar voorlopig nu nog niet. Donovan, net een sparringssessie gehad met Regiaan Eersel. From one world champ to another, hoe vond je het? Ik vond het heel leuk, heel technisch. Je ziet dat echt de ervaring van beide kanten is. Want op sommige momenten dan wacht hij op mij en ik op hem. En dan was er even een doodmoment in de sparringssessie. Maar het is gewoon ervaring en als je te maken hebt met technische sparringsrondjes, kan je dat soort dingen hebben. Dus het is heel leerrijk en van zulke momenten leer je en geniet je zeker van als vechter. Wat betekent een dergelijk meetmomentje voor jou in je voorbereiding? Want je bent immers ook hij in voorbereiding op een volgend gevecht. Is dit een plus? Het is zeker een pluspunt. Hij is natuurlijk kickbox en Muay Thai wereldkampioen bij ONE Championship. Ik ben een 85 kilo kampioen bij Glory Kickboxing. Dus dat we van elkaar leren is altijd een pluspunt. Ik hoop dat ik ook een pluspunt in zijn kamp heb gebracht met één sparringssessie. Ik hoop dat we in Nederland daar meerdere zullen hebben. Maar voor nu was dit wel een heel leuk moment. En ik wil er nog meer van zulke momenten eigenlijk. Hoe zou je Regiaan Eersel omschrijven als vechter? Wat vind je van hem als vechter? Heel crafty, venenige, vieze vechter. Technische vieze vechter. Je weet, als je met hem spart, dan voel je de dingen die hij doet zijn om schade aan te richten. En dat bedoel ik met een vieze vechter. Maar hij is heel technisch. En scherp, scherpe technieken, sterpe stoten, trappen. En er waren hele leuke dingen om mee te maken, als ik het zo moet zeggen. Het is raar voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Je geniet van dat iemand je slaat en trapt, maar zo is kickboksen eenmaal. Je hebt genoten? Ik heb zeker genoten. Maar weer eens king? Nou man, Chitori. Hoe weet je die dingen gaan. Ik heb mijn momenten, hij heeft zijn momenten. En het ging over en weer, als ik het zo moet zeggen. Hoe loopt trouwens je voorbereiding op je volgend gevecht? Ze verlopen heel goed. Ik ben heel diep in mijn trainingskamp. We zijn bezig met onze gameplan. We zijn bezig met onze kracht en conditie. Met onze sparringsessies, petsessies. Dus ik ben heel gefocust, heel gedreven voor dit gevecht. En zo zag en hoorde u dus wereldkampioen ONE Championship Regiaan Eersel. En wereldkampioen bij Glory in het middengewicht Donovan Wissen. Ze hebben gisteren dus ook wel van elkaar kunnen afsnoepen. En een lekkere pittige
sparringssessie gehouden.